Hey allemaal, welkom bij deze nieuwe video. In deze video ga ik samen met Enzo, Miron, Thijs en Noël naar Oostenrijk. En uiteraard gaan wij lekker vissen. Maar daarnaast laat ik jullie ook nog even de hoogtepunten zien van de leuke activiteiten die we deze vakantie hebben gedaan vanuit mijn oogpunt. Ik hoop dat jullie genieten van deze video. Veel kijkplezier. En ik hoop ook dat jullie veel leren van de vistips die jullie krijgen in deze video over het vissen op forel. Ja! Ja, ja! Oh! Oh, yo! We zijn niet gecrashed en ik heb iemand die wacht mij zo op. Ik krijg een lift. Of nee, toch niet. Oké, heerlijk. We hebben het gered. Ik leef nog. Wel te rusten. Wow, joh. Wow. Wow! Abla! Oké, nu weten jullie met wie ik ben. Ik heb nog twee special guests. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk eens even, jongens. En ik hoor een beekje. Ja, daar. Wat een uitzicht. Hey! Zeker. Zo, sixpack boy. Hey jongens, dit is toch mooi? Dit is toch geweldig? Nee, kijk, daar is een dal. Nee, maar zo daar. Daar zijn je rivieren. We zijn gewoon in de bergen. Best wel hoog volgens mij. Meer dan 1 kilometer. En dit is ons uitzicht. En inderdaad. Frisse berglucht, een beetje een mengsel van hout ruik ik, met dennen, pine trees, helemaal soeta. Mijn ene neus gaat dus nog dicht, ik kan niet zo goed in één keer alles inhaleren. Nou ja, goedemorgen, wij zijn in Oostenrijk. Ik ben hier met Enzo, Noël, Thijs, Ron. Ja! Echt gezellig. Ja! En we zijn net opgesloten. Ik trap hier uit in mijn mooie, het is koud hier. Ja. Wat een van die bergen. Het was vandaag een korte broek aan. Ja, ik heb maar 1 lange broek. Oh my god, I rock with you, man. Help! Echt jongen. Vrouw, nooit om hier in. Pakken wij de vlucht terug, of niet? Ja. Dan nemen we zelf de taxi aan. Ja. Helemaal kut. Zijn jullie klaar voor een compilatie van een aantal super vette activiteiten? Daar komt ie. Jongens, hebben jullie nog laatste wensen? Een koeienbel. Ja, een koeienbel om mijn nek. Ja, ik vind het raar dat we geen koeienbel om ons nek hebben gekregen. Ja, weet je waar we allemaal zijn? Pak ze wel. Zijn dit Milka koeien? Ja man. In de zomer worden die altijd een beetje wit met bruin, maar normaal in de zomer zijn die gewoon bloeiend, zeg maar, gewoon paars. Ja. Gaaf man. En ja, dat vind ik heel mooi. Dat trekt mij ook heel erg aan in Nederland. Ja, is niet normaal. Kijk. Hey, maar jongens, is dit niet het parcours? Dit? Jawel, dit is het parcours. Ik zei dat net al. Ja, maar ja. Ik ben wel blij, man. Want ik dacht serieus, ik weet niet waarom, ik dacht echt dat ze super stijl naar beneden was. Maar gast, wacht maar. Dit is echt genijterstijl als je daarop staat. Dit lijkt nu, valt mee. Nu ga ik iets zeggen, hè. Die bochten zijn ook super... Wij kunnen dit niet. Nee, maar die bochten zijn ook helemaal zo schuim naar rechts. Ja. En bam, vol op je knieën, dood. Kan jij dit wel, Daniel? Ja. Voor degene die denkt dat wij dit niet kunnen, geef nu alvast even een likeje. Geef nu gewoon alvast even een likeje. Want dan gaan we gewoon echt heel veel pijn hebben. En dat vinden jullie leuk om te zien. Boys, zijn jullie er klaar voor? Ben jij er klaar voor, bro? Ik ben er klaar voor. Hey, Meertje, ben jij er klaar voor? Helemaal. Hey, boy, ben jij er klaar voor? Ik ben er super klaar voor. Zin in? Zeker. Wat zegt ze dan? I was born ready. Born ready, man. I was born ready. Thanks. Let's have a go. Hey, even yeehaw zeggen, jongens. Yeehaw! Jee! Rustig, hè? Ah ja. Allemaal koeienpoep!
Gaat ie? Ja. Gaat ie? Ja. Oh, ik ben vol de rem. Gaat ie? Ben je schrokken of vandaag? Ja, want ik moest remmen. Even rustig. Ik kon daar niet uitwerken. Allebei even rustig uitademen. I'm okay, I'm okay. Good? Yeah, but I'm worrying if he's good. Gaat het? Nee, he fell down the platform. Gaat het? Ribben gekneusd? Nee. Ja. Ja, ja. Oeh, dat was een goede crash. Ja. Hey bro, gaat het? Ja. Gaat lekker. Sick, jongen. Oei, yo. Sick, gast. Is een lekker touwtje, hè? Hey. Ga nou opzij. Ga nou opzij. Hey. We gaan even een stukje fietsen, maar dan niet met een fiets, maar met een soort van dirt trike. Ben benieuwd, twee remmen, voetjes hierop. Vet, even kijken of we dat kunnen. Ik ben net twee keer goed gevallen. Gaan nu even kijken of we dit kunnen doen zonder vallen. Wat denk jij? Ja, makkelijk toch? Jij kan zeker geen wheelie cut. Hey, hey! Oké, zonnebrilletje op. Let's go. Hola. Ja! Gaat het, gast? Bro, oh. Gaat het? Ik maak, ik denk, nee, het gaat wel. Het maakt wel een backflip. Het gaat wel, maar oh, ik weet niet wat ik doe, man. Ik kom in het bord en ik denk dat je draait met je hond en geen nee, 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 maar, bro. Maar jullie gaan zo achter de bocht en ik denk ervan, wow, ik ga veel van doen. Was dit dezelfde bocht? Dit was dezelfde bocht niet. Het is wel heel lichtjes zwemmen. Oh my god, vloog je over de gast, ik ja, op de GoPro en vol en de slow-mo. Bro, stond daar dan op? Ja, op slow-mo. Weer. Let op, dit kan niet. Let op wat ik nu ga doen. We kunnen hier steentjes zitten. Hey, ben je, maar even serieus, ben je op rechts gevallen? Oh nee. Schaafje. Oh, zijn hele rug gek. Waarschijnlijk hier. Nee, maar. Nee, dit is even kut, maar ik wil even eerst weten. Ja? Hoe doen jullie die bok? Zal ik laten zien? Ik meen het serieus, ik wil het echt weten. Oké, zal ik laten zien? Ja, maar ik zit ook echt gewoon. Enzo! Ik ga hier zo naar beneden en ik denk, ik ga gewoon, ik ga niet remmen, weet je wel, ik ga gewoon. Je remde keihard! En toen ging het super snel, ik dacht, wow, ik ga nog harder. Dus ik. Remmetje in, backflipje. Ja. Wel knap! Lijkt wel alsof een auto aankomt. Ja. Oké, okay, let op, hij gaat een beetje naar buiten sturen als het goed is. Naar buiten zie. En dan ga je. Walk it off, walk it off. Enzo. Gaat het? Oh. En
Enzo ging even laten zien hoe het moest. Ik ben helemaal klaar met die krachten, man. Ik ga naar huis, heel interessant. Hey, maar ik heb gewoon allebei jullie crashes op beeld. Deze vlog wordt echt crazy. Hey, mijn gast, ik moet deze beelden gewoon zelf houden en niet delen. Ja, ik zou... Ben ik rijk? Ik zou ze verkopen van een mooie plaats. Gast, het is exclusief content dit. Ja. Mag ik even voordoen nou weer? Uiteraard gaat er zometeen ook wat vissen aankomen. Twee vissoorten hier in de buurt, die heb ik nog nooit gevangen. Jij ook niet volgens mij, hè? Ik ook niet, en als ik die vang dan word ik echt heel happy. Wij gaan op een watervis hier midden in de bergen. Dat is een blauw, helder meer. Morgen gaan we klimmen. Dat wordt ook sowieso episch. Wij gaan nu lekker slapen. Ik hoop dat jullie het vet vonden. En dan zie ik jullie morgen. Een hele goede morgen. Dag. 3. Eigenlijk 2, maar wel op dag 3. Maar dag 2 dat we hier wakker worden. Het is vandaag een soort van lekker weer. Weet je, wat fel. Ik kan er bijna niet tegen inkijken. Het is vandaag echt lekker weer. We gaan zo meteen klimmen. Iedereen heeft een beetje ochtendkater. We hebben niet gezopen of zo, maar we zijn gewoon moe. Maar goed, even een bak koffie. We gaan even ontbijten. We gaan klimmen. Ik heb er zin in, jongens. Ik heb er zin in. Want die visspullen beginnen ook te jeuken. Wel heel benieuwd. Ik ben benieuwd naar het meer, ben benieuwd naar de riviertjes hier. Ik ben benieuwd naar de dikke forellen. We gaan nu eerst even lekker klimmen. We gaan leren klimmen. Door het ziek, door echt ziek. Kijk dan. You know how to do the knot? Dit is echt vet. Ja, wordt het priest doen? Ik ben benieuwd. We gaan hier omhoog klimmen. Yeah. Beetje oefenen met deze gast. En dan vanmiddag gaan we echt naar een bepaald punt toe klimmen. Nu is gewoon even alleen oefenen, even kijken. Ready to go? I think so. I think it's all. That's fine. Yeah. Stop. That's fine as well. Just latching down. Yeah, first. I'll wait. I'll wait. Start so for tow. Climb to the right. To reach the top. Yeah. Yeah. The last meter. You can start. Yeah. Climb up here. Now let's use the big holes and steps here at this side. And then you okay, cross cool. Over to the right. Okay. Thijs, jij gaat wat ik doen. Ja, dit is wel een power wat je opbouwt hier. Dat is wel vet. You wanna bob? You wanna do it? I wanna bob, man. Go bob that shit. Bob that shit, man. Strong hands, baby. Hey, maar dit was top, hè? Ja, en ik ga dadelijk klimmen, dus dan wordt het wat. We will see. Dat wordt wat, jongens. Was wel nice. Ja, ik zoek een plekje waar ik mijn linkervoet mooi kan neerzetten. Zo glad, jongen.
dat was zo vet. Echt zwaar ook. Ik moest echt aan mijn vingertoppen hangen. Echt blij dat ik het heb gedaan. Ik ben volgens mij mijn GoPro-batterijtjes vergeten, dus ik loop even naar de auto. Ik ben ze kwijt. Eén van de twee. Ik dacht echt dat ik ze in het ritje had gedaan. Ik weet bijna zeker. Kwijt ben is niet zo best. De jongens zijn er even daar. Enzo en Thijs vinden het volgens mij zo wel goed. We gaan zo meteen leren abseilen. Abseilen is dat je zelf laat vieren, dus dat je zeg maar omhoog klimt. En dat je zelf met de touw controle hebt over hoe je afdaalt. Dat is super vet om te doen. En dan later vanmiddag, dan gaan we echt klimmen. Dan gaan we zo'n berg op. Dit is zo gauw. Dit zijn ook echt van die dingen. Dat kan je gewoon niet in Nederland doen, omdat Nederland zo vlak is. Ja, en dan hier in die bergen heb je veel meer mogelijkheden. Oké jongens, daar gaan we. Lekker zonnetje. Ja. Ja. I've got you. You can lean backwards. I've got you, so that you've got both hands. Put in the tube. Like this? Ja. Yeah. And through the two tunnels in here. And then through the carabiner. Like yeah, this? Yes. Carabiner out again. Like yes. The carabiner goes through like that. No? Just get it out here. Oh yeah. In here. Right. Now combine it to your harness. In here. Right. Take the broader side for the rope. Yeah. So it runs through more smoothly. Yeah. And that's it. Both hands down. Yeah. This is your backup. Mm-hmm. I let it loose now. Yeah. And you control the speed of going down. Okay. Right. In backwards. Super slippery. Yeah. This. Okay now, ready? Yeah. You can keep the rope in the middle, to the right, to the left, whatever is more comfortable for you. Oh yeah, I feel it now. It's fit. Wil je er nog een klimmen? Oh mijn god, hé. Ik draai even een boompje om. Zitten er gewoon dikke salamanders onder. Volgens mij zijn het vuursalamanders. Ik kan niet goed zien. Meestal hebben die ook gele stippen op hun buik. Deze heeft ook nog eens vijf poten, gek! Serieus, deze heeft vijf poten. Deze heeft een extra poot uit zijn arm, uit zijn rug groeien. Deze is een mutant. Het is geen vuursalamander. Hij heeft vijf poten, gek. Het is een goede hol voor mij. Maatjes, succes, mazzel. Joejoe. Zo kijken of ik kan hangen. Zo, heb je poepje gelaten? Ja. Het stinkt, hè? Jezus, langs. Ja, hij is heel vies. Hij is echt fucking cool. Kijk eens naar beneden. Nee, zo, dit is dik jongens. Kijk even waar we staan. Een metertje of 30. Moet je nagaan dat er gewoon vanaf deze hoogte mensen in het water springen. Het slijpen, hè? Ziekelijk. Dit is op zich wel fijn. Je hebt allemaal mooie handvaten.
Laatste view, jongens. We zitten weer eind van de dag, shirtloos, met snor, nog steeds. Mocht me niet afhalen van Enzo. Wat een dag was het weer vandaag, jongens. Dat is echt lekker. Ik heb heel goed nieuws. Morgen. Ja, jongens, het gaat echt gebeuren morgen. Mag ik het even overnemen? Ja, dat is goed. Morgen, jongens, het gaat eindelijk gebeuren. We gaan vissen. En Noël, Enzo, Daniel, Marvin, vis. Me. It's gonna be a good day. Yeah. Hier wil je bij zijn. Ja. Dit gaat je moet kijken. Ja, maar dit is gewoon nog steeds zelf video, dus het wordt geen volgende video. Blijf verder kijken. Ja. Ook al komt er nu een reclame. Je hebt nog nooit gevist, toch? Nee. Nieuwe reclame, wauw. Thijs, je hebt ook nog nooit gevist, toch? Geintje. Wow. Was a joke, man. Was niet helemaal boven. Hey, 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 hey. Hier even een clipje dat Thijs gewoon een haai vangt, hè? Camera man. Ja. Oh, paniek. Ik neem het weer over. Goeie aanbeet. Ja? Oei, oh, yo. Dit is een grotere haai, hoor. Dit is wel net. Ja. Vechten voor zijn leven. Ja, ik voel hem wel, ja. Ja, je voelt hem wel bonk ook, hè? Ah, we hebben een haai, man. Hoe vet is dit? Mijn rechter schouder. Komt eraan, man. Ja? Ja, dit is echt een joepel. Thijs houdt het bijna niet meer. Bro, ik zou vanavond nog sporten, maar dan ga ik niet meer doen. What the heck? Hebbes! Bro, mijn schouder. Hey, Daniel. Yes, bro. Jongens, vergeet niet een blauw duimpje te doen voor de vlog. Ik ben zenuwachtig. Ik weet niet of ik kan slapen vanavond. Oef. Dat is toch niet echt? We gaan morgen met mijn nieuwe hengel vissen. Lekker, man. Dat wordt de tweede keer dat ik met die hengel ga vissen. Kijk of forellen kunnen vangen. Zo, ik weet het wel zeker. Oh. Morgen forellen vissen. Ik heb er zoveel zin in. We hebben de vroegte wekker gezet. We moeten om 8:30 ontbijten. En niet zover. Ik ben echt serieus net een uur bezig geweest om hengels klaar te maken. En ik heb zelfs een vliegvishengel klaargemaakt. We hebben de aasjes klaar. Ik ben volledig prepared om de hele dag mensen uit de knoop te helpen. Dus ik heb drie kneuzen mee. Ja. Nee, gaat heel leuk worden. Ik wel. Wat kan ik mijn laptop aanlaten? Yes, bro. Tot morgen. Ja. Jij ook slap, hè? Goedemorgen, daar zijn we dan. Het is vandaag donderdag, denk ik. Of is het vrijdag? Volgens mij is het donderdag. Het is vandaag donderdag. En wat een lawaai. De koeien hier zo beneden. Het dal. De frisse lucht. Het zonnetje. Het is bijna 8:30. We gaan zo ontbijten. En dan gaan we vissen. De spulletjes staan klaar. Hier. Ik heb er zin in. Ik ben er klaar voor. Are you ready to fish? Fishing bro, what's up man? Yeah man, what's up man? Ja, we gaan vissen houden. Ik heb er zoveel zin in. Boogie. Heb ik echt gelijk. Nog 13 minuutjes. Spannend hoor. Super spannend. Weet je wat het is? We hebben geen gids. Ik heb op Google Maps maar mooie stekken gezien. En we hebben gisteren even gevraagd hoe het hier zit met vergunningen. Dan heb je hier in het dorp heb je zo'n toeristenpunt. Daar kan je vergunningen halen. Dat kan je allemaal heel makkelijk zelf regelen. In Oostenrijk is het wat anders geregeld dan in Duitsland. In Duitsland heb je volgens mij gebiedspassen. En daar moet je een angelschrein aanvragen. En hier kan je gewoon dagvergunningen, weekvergunningen en dat soort dingen fixen. Goed, zaterdag gaan we naar een groot meer toe. En dat is een meer, dat is gereguleerd door een vereniging. En daar worden dus ook uitzettingen gedaan voor vis. Daar zitten 4 soorten forel. Beekridder, beekforel, regenboogforel en bronforel. Dus dat is ook heel vet. Ik hoop dat we die alle 4 kunnen vangen. Voor nu gaan we kijken voor beekforel in de rivier wilde vissen. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat het een hele mooie rivier is. Ik heb een paar mooie watervalletjes gezien. Een stukje mooi natuurgebied. Dus dan gaan we gewoon even lekker vissen. Zo, we gaan even wat spulletjes klaarmaken. Belangrijk, lange tang, zodat je goed kan onthaken. We hebben de hengeltjes klaar. En het plan is nu dat Sjaki en Sjaki, die gaan even helpen met scheppen en filmen. Want we staan op een moeilijk stekje. Dit is de eerste stek waar we zijn. Dan kunnen ze ook een beetje kijken van wie pak je het aan. En wij drieën als professionals gaan deze stek even onveilig maken. We pakken 3 hengels, we pakken 3 aasjes. En deze aasjes gaan we in een plek brengen, in het water. En dat doen we zo net achter zo'n steen. Op zo'n plek waar het net even minder stroomt. En die vis ligt daar te wachten tot er een versnapering langskomt. En die versnapering in de vorm van een kunstaasje is ons lokwapen. Waarmee wij de vis gaan verleiden. Oh, bakje vol. Allemaal mooie kleine forelaasjes. Oh. Kijk. Nu doen we een geluidje. Oh, halleluja. Ja, dit is wel echt goddelijk hoor. Ja, dit is goddelijk.
Wat adviseer jij? Zo'n Ryaku? Ryukuloku? Zo'n een of zo'n hele kleine? Ja, het stroomt best wel hard. Ik zou deze in het zwaarst pakken, denk ik. Of een Ryuki. 1-2. Top, ik ga jullie een aantal dingen uitleggen over het forelvissen. Ik ga jullie even laten zien wat ik precies nou allemaal meeneem, welke hengels ik gebruik, welke lijnen ik gebruik en welk gereedschap je nodig hebt tijdens het forelvissen. Uiteraard ga ik jullie ook laten zien wat goede stekken zijn en ik vertel jullie wat over de aanpak en hoe je zo'n stek nou het beste kan bevissen. Laat ik even starten met mijn uitrusting. De hengels die ik heb meegenomen hebben één ding gemeen. Het zijn allemaal lichte, gevoelige spinhengels. Dus ik had een Tenryu Race bij me. Dat is een spinhengel van 2,60 meter. Dit is een wat langere spinhengel. En het voordeel van een wat langere spinhengel is dat als je op een breed stuk rivier staat, dat je lekker lang kan werpen. Je hebt iets meer controle over het sturen van de vis. Deze hengel heeft een werpgewicht tot 30 gram. Dat klinkt vrij zwaar, maar hij buigt mooi op een forel. En dit is op zich een prima gewicht voor wat grovere vis. Daarnaast, voor in de kleinere beekjes heb ik wat kortere hengels. Daarvoor heb ik meegenomen de Poison Adrena's van Shimano en de Westin W6 Texas Carolina. Nou, die Poison Adrena's, de ene is een hengel van 2,5 meter volgens mij. Lekker kort stokje. Dat is de 267 ml. En de andere hengel die ik mee had genomen is een 276 M2. M2 staat voor dat die tweedelig is. Tweedelig vind ik altijd wel fijn met transport. Je hoeft natuurlijk niet deze hengels te hebben. Een hengel met soortgelijke specificaties is prima. De andere hengel die ik mee had was de Westin W6 Texas Carolina. Ik zal even kijken, volgens mij is hij ook 2,20 meter, 2,13 meter, 5 tot 15 gram. Wat voor hengel moet je nou precies hebben? Een lichte spinhengel, liefst 1 of 2-delig, lekker gevoelig, dus een beetje een strakke blank. Ik vis graag met kunstaas op forel, dus dan wil ik gewoon een mooie, strakke spinhengel waarmee ik lekker kan werpen, goed gevoel heb met wat ik doe met mijn kunstaas. Daarin is een werpgewicht voor forel tot 15 of max 30 gram perfect. Je vist met kleine aasjes tot misschien 10 centimeter maximaal. Dus zwaarder dan dit heb je echt niet nodig. En dat gaat ook ten koste van de sport die je aan de vis beleeft. Dus lengte is ja, bij voorkeur tussen de 2 meter en de 2,60 meter, 2,70 meter. Afhankelijk ook van of je een heel klein water vist. In kleine beekjes is een korte hengel misschien wat fijner. Dan kan je mooi van die prikworpjes maken onder overhangende boompjes. Zit je ook niet zo gauw tussen takken en dat soort dingen. Heb je een wat bredere rivier, kun je ook makkelijk een langere hengel pakken. Ja, en zo moet je gewoon even kijken. Elke hengel kan je een forel mee vangen. Alleen als het wat dichter is, als het wat meer gevoel heeft, vis je beter, vis je fijner en ga je meer vis vangen. Wat voor molen heb je nodig? De molens die ik mee had genomen zijn van een 2500 formaat en een 2000 formaat. Ik had twee Daiwa molentjes mee, een Shimano molentje, dat is een Shimano Vanquish, Daiwa Exist en een Daiwa Silver Creek. Dit zijn vrij snelle molens, allemaal een inhaalsnelheid van ongeveer 75 centimeter. Dit is voor mij een mooi formaat molen, groter dan dit heb je echt niet nodig. Een duizendje kan ook prima, dus een formaat 1000, 2000 of 2500 voldoet echt prima. Zorg voor een molen met een goede inhaalsnelheid. Tussen de 60 en 80 centimeter zit je prima. Gebruik een gevlochten lijntje. Ik gebruik een gevlochten lijn. In dit geval volgens mij de Daiwa J-Braid. Die gebruik ik in een dikte van 600ste en 1000ste. Dat is voor forel genoeg. En dat is voor het stromende water ook wel fijn. Je wil een dunne lijn hebben die ook een beetje mooi door het water heen snijdt. En waarom nou gevlochten en niet nylon? Gevlochten lijn zorgt voor weinig rek. En weinig rek zorgt ervoor dat je veel gevoel hebt in je kunstaas en wat je doet. Daarnaast, je hengel vangt de klappen wel op. Het is niet zo dat je nylon lijn hoeft te hebben zoals bij een karper. Een gevlochten lijn met kunstaas is in mijn optiek altijd beter dan nylon. Dus 1000ste of 600ste gevlochten lijn, 2500ste, 2000ste of 1000-serie molen en een spinhengeltje tot maximaal 30 gram. Over naar het kunstaas. Dit is mijn prachtige kunstaasbakje. Hier onderin mijn verzameling met spinners. Daarboven een verzameling met kleine plugjes. Hier zinkende pluggen, loodkopjes, kleine shedjes en nog meer kleine shedjes. Ik zal mijn favorieten er even uithalen. Wat altijd handig is om bij je te hebben is kleine shedjes. Voel heel natuurlijk aan. Een forel zal vaak een klein shedje nog een keer pakken als je hem mist. Het enige nadeel is met een shedje dat je een klein haakje hebt en een forel zuigt als het ware niet echt je aas naar binnen, maar hapt. Ik gebruik meestal shedjes van een centimeter of ja, 4, 5. Niet echt veel groter. Klein loodkopje wat hierbij past. 2 tot 4 gram. Soms zelfs 6 gram als er heel veel stroming is. Neem wat natuurlijke kleurtjes mee. Dit lijkt echt op een visje. Wit is vaak heel goed. Misschien zelfs wat roze. Zorg ervoor dat je een beetje kan kiezen. Neem wat verschillende maten loodkopjes mee die goed op je aasjes passen.
Een van de meest effectieve en makkelijke aasjes is de spinner. Spinners zijn er tegenwoordig in allerlei verschillende vormen en maten. Hier rechts zie je tailspinners. Dat is eigenlijk een lodegewichtje met erachter een spinnend blad. Dit zijn de klassieke spinners van MAPS. Het liefst in de kleur zilver. Maatje 1 is meestal het beste en meest allround. Kleine forel pak je ook prima. Grote forel ook. Neem altijd verzwaarde spinners mee en geen onverzwaarde spinners. Want stromend water zorgt er al voor dat je aasje omhoog komt. En zo'n verzwaarde spinner zorgt ervoor dat hij net wat mooier door het water heen loopt. Niet vergeten, spinners moet je meenemen. Het enige nadeel is dat je lijnen van gaat kinken. Goed, kleine plugjes, altijd goed om mee te nemen. Ik heb hier wat kleine salmo's, salmo hornetjes, salmo tiny's. Dat is echt goed spul, niet altijd duur, 4, 5, 6 euro per stuk. Dit zijn plugjes van Rapture. Deze zijn ook wel goed, ook niet altijd duur, ook een eurotje of 5. Dit is volgens mij een plugje van Gunky, ook een euro of 6, 7. Kleine plugjes tot een centimeter of 7, het liefst 4, 5. Zijn altijd goed om mee te nemen. En dan komen we nu bij mijn all-time favorieten. Deze zijn ook speciaal gemaakt voor de forel. De Ryuki. Is dit het beste aasje voor forel ooit? Ja. Is dit het duurste aasje voor forel ooit? Ja. De Spearhead Ryuki is een aasje van Duo. Komt uit Japan. Zijn knijterduur. In Nederland zijn ze volgens mij 20 tot 25 euro per stuk. Het is geen budgetoptie. Als je voor budget gaat, koop spinners. Wil je het duur aanpakken en wil je het allerbeste aasje, naar mijn mening wat er is, koop deze aasjes, die Spearhead Ryukis. Dit zijn zinkende plugjes. Je moet ze met kleine rukjes binnenvissen met je top. Het is echt ongelooflijk. Bijna alle forellen in mijn video's vang ik op dit aasje. Dit zijn de Spearhead Ryukis spinners. Die zijn ook mooi, maar op deze heb ik het beste resultaat. Mijn favoriet, favoriet van Enzo, moet je hebben. Dan, uiteraard heb je ook een voorslag nodig. Ik gebruik altijd fluorcarbon voorslag. Lekker slijtvast. Ik heb een aantal verschillende diktes bij me. Van heel dun 1300ste, 1500ste, 1800ste, 2200ste en 2800ste. Dit is de dikste. Dit is de dunste. Het is belangrijk om een aantal verschillende leader diktes bij te hebben. Soms zijn forellen heel erg schichtig. En dan kunnen ze wat moeilijker te vangen zijn. Op zo'n moment kan je beter met een wat dunnere leader vissen. Ben je nou niet zo'n ervaren visser, zit je vaak vast. Gebruik dan sowieso een dikkere leader. Want ja, als je een dunne leader vist en je komt vast te zitten, zou je lijn eerder breken. Daarnaast heb je natuurlijk een tang nodig, een schaartje en een schepnetje. En dan is jouw uitrusting helemaal compleet. Oh gast, dit is de beste kleur. Wow, kijk de kleur die jij hebt gekozen. Kijk de kleur die ik heb gekozen. Ik heb dezelfde hengel als Daniel, een Westin, een rode. Super fijn. Ik heb er al twee keer mee gevist. Twee keer was het een succes. Wat zie je? Wat zie je? Zie je stekken? Zie je stekken? Daar was dat al aan? Ja, ja, tuurlijk. Doei! Kijk. Ik denk door de regenval. We gaan even op zoek naar helderdere beken. Ik heb op Google Maps gezien dat als we die kant op gaan, we hebben een soort van zijriviertje met allemaal watervalletjes. Ik moet een beetje denken aan waar we laatst waren. Dus ik denk dat we daar even gaan kijken. Ik denk dat het daar helderder is. En ik denk dat daar meer forellen zitten. Even kijken. Ja. Wil je je telefoon nog hebben of niet? Ja. Huh? Oh, what? Wow. Oh, ik heb het ook niet gehoord. Oh, nou ja, zij staan daar, wij gaan hier. Mooi. Oké, jongens. Ik ga jullie even werples geven. Ja. Noël, ja. Als jij even filmt, ja. Geef je mij de hengel. Laat je tijd werken. Er komen al mensen naar ons toe, dit gaat al niet worden. Also, sie dürfen hier nicht, ist nicht artgerecht, sie ist zu hoch. Sie müssen mit dem Wasser stehen, das mit dem Kescher,
De vis darf niet hochgehoben worden. Nou, wat zei hij? Wat was de conclusie? Hij zegt, je mag niet van bovenaf vissen, je moet vlak bij het water staan. Dus als we hier willen vissen, dan moet ik naar beneden klimmen en dan moet ik daar staan. Ja. Oh, heb je niet een trapje naar beneden? We lopen in het bos en we zijn in het bos waar de rivier is. Je hoort hem op de achtergrond. Hier zitten forellen. Heb ik mij laten vertellen? Wow, de ruimte. Wow, ik hoor ze al. Forellen aan alle kanten. Rivier, water, forel, vuur. Ah. Juist, mensen. Moet je eens even kijken wat een mooie plek hier lopen. Als je nou iets vangt, broer. Wacht, wacht, wacht. Er ligt daar een kuil. Dan ga ik ervoor. Ja? Ja, maar daar ga ik een forel uit halen. Ja! Ja, ik heb er één! Het is die Bob. Bro, dat is crazy, man. Wat? Gaan ze nooit geloven. Ja, nee, foto's? Ja, we maken foto's van onszelf. Nou ja. Eén visje. Ja, nou wordt het wel een beetje hard natuurlijk. Ja, we hebben één forelletje gevangen. We zijn onderweg terug. Ben je verdrietig? Ja, maar... Ja, nu begint het is wel een beetje op te borrelen, man. Ik bedoel, we doen gewoon ons best en het water gaat zo snel hier in Oostenrijk. Godver, wat zijn die vissen dan? Toch, Daniel? Ja. Oh. Dat is niet normaal, dit. Mm. Hey, dat zijn krokodillentranen, man. Ik vind het echt vervelend. En ik moet even alleen zijn, man. Zoals jullie kunnen zien is Thijs erg van slag. Dat komt omdat hij vandaag geen forel heeft gevangen. Hij heeft zelfs niet eens meer dan 5 keer kunnen werpen. Omdat het water zo hard stroomde dat als je aasje erin gooide, het water gewoon je aasje ontweek. Ik heb wel 1 worp kunnen doen waarop ik dan toevallig ook een vis ving. Morgen gaan we weer een nieuwe kans doen. We gaan weer proberen te vissen. Dus ik zeg, houdoe en bedankt. Jongens, slechts even Nederland. 4:30 de wekker zetten om de zonsopgang te kijken. Yes mensen, we zijn aangekomen bij een visstekkie. Enzo en ik hebben even met z'n tweeën een momentje genomen, we hebben de hengels gepakt, we hebben de rest thuis gelaten en we gaan er gewoon even met z'n tweeën een paar stekkies pakken, want ja, het is gewoon even beter met z'n tweeën. We kunnen wat makkelijker die stek afvissen, we hebben alle vissen voor onszelf en we hebben wat meer ervaring dan de rest, dus het is gewoon even wat makkelijker. Het is hier echt niet makkelijk vissen in dit gebied. Ik heb mijn GoPro'tje om, ik laat deze even hier en dan gaan we vandaag laten zien hoe goddelijk deze Ryuki is. Oh. Zie je hem shine in? Ja man, hij shined. Is niet normaal. De ziekste aasje die ik ooit heb gezien. Ja echt. Let's go. Dit is wel een mooi stuk. Kijk er achteraan. Ja? Echt een mooi stukje hoor dit. Ik zou gewoon hier blijven staan en naar links gooien. Die je niet kan zien. Ja! Ik heb er één. Heel kleintje. Heel kleintje. Heel klein schattig forelletje. Kijk jongens, forelletje. Kijk aan de avonderen. Hebben? Dat is echt een grote, of niet? Hele grote!
Hele grote! Hele grote! Hele grote forel! Ja! Hele grote forel! Wat is dat? Ja, daar, daar rechts! Oh! Ik denk dat die er net bij jou opdook, man! Oh, hij is mooi! Wat? Yes, gast! Gast, sick! Deze is echt heel mooi. Oh. Wow, kijk die stippen! Niet normaal. Oh my god! Yes! Hiervoor komen we! Oh my god! Het haakje is er ook uit. Hij is al los. Even kijken. Even boven het water. Ja, dat is wel handiger. Als hij valt, dat hij dan in het water valt. Zo. Ze zijn altijd zo glibberig, hè? Hier, hier, hier. Oh my goodness, hé. Wat, hij was sterk. Holy shit. Zo nice. Oh. Mm. Zo, dit is echt serieus denk ik de mooiste beekforel die ik ooit heb gevangen. Kijk die stippen. Ik heb nog nooit een forel gevangen met zo'n mooi rood stippenpatroon. Ja, dat is echt niet normaal. Dit is ongekend. Dit is echt ongekend. En hij sprong ook mooi, jongen. Ja? Oh. Oh. Oh, ja, deze is echt heel mooi. Niet... niet normaal, niet normaal. Hij is zo mooi gekleurd. Wauw. Echt heel mooi hoor. Sick, hé. Echt heel mooi. Gaaf hoor. Zo gaat ie. Hoppa. Lekker! Kom eraan! Enzo heeft er één, Enzo heeft er één. Yo! Ja! Ja! Ik heb er één! Ik heb er één! Een goeie! Mooi hè? Zo! Lekker gast! Oh! Ook zo'n mooie gek! Ook zo mooi gekleurd? Nee, iets minder rood, meer zilver. Ik heb wel wat Oh. Ja? Oh, lekker. Hij klapte gast. Er twee keer op. Ja? Ja. Hier yes. Komen we. Ik ben echt blij. Ik ben echt blij. Ook gewoon pionieren, niks vragen aan iemand, gewoon lekker gaan en vissen en vangen. Vind ik zo mooi. Gewoon Google Maps. Google is your friend, jongens. Onthoud dat. Google is your best friend for fishing. Hier, wacht even. Laat hem heel voorbij komen netje. Zorg dat we de camera's klaar hebben. Zo, maar dit is een mooi stukje ook, okay. Ja, man. Ik heb hem serieus daar. Is dat een keltje? Ja. Zie je dat daar zo? Ja. Precies daar. Ik zie ook nog een heel mooi... Oh, dit is zo'n mooi stuk rivier. Ik ben zo blij dat we naar jou hebben geluisterd. Dat je zei... Nou, ik denk dat we verderop nog heel veel moeten kijken. Ja. Ja, lekker maat. Zo, maar dit zijn ook echt mooie vissen, man. Ja. Die is allemaal daartussen, eentje. Ja, is... Ik gooide één keer mijn aasje en vis schokte van sprong omhoog. Nee, joh. Ja, ging toen weer verder. Oh. Een prachtige forel. Daniel die was een stukje verderop. En ja, ik denk ik ga het eens proberen bij die stenen aan de overkant. Af en toe heb je een klein kuiltje. En zo'n kuiltje, dat betekent altijd wel goed nieuws. Want ja, 9 van de 10 keer is misschien te veel. Maar er zit vaak forel. En ook deze kuil zat deze hele mooie forel. Wauw, het is echt een beauty man. Ja, hij is zo mooi. Ze zijn veel lichter gekleurd. Mooiere stippen. Oh. Ah, daarom hebben we het netje in het water. Precies. Helemaal perfect. Mooi man. Het is echt een hele mooie. Het scheelt ook zoveel dat wij met hele dunne lijntjes kunnen vissen. Ik heb super dunne fluorcarbon eraan gedaan, hè? Dat valt minder goed zien. Ja. Ja die... Oh, ik heb het perfecte worpje gemaakt. Deze verdient een vis. Ja, oh! Oh! Oh, en mijn plug zat gedraaid. Dat was een grote. Dat was een mooie. Ik zag het. Oh, die verdiende ook gewoon vis. Let op. Ja, deze verdient vis. Ja, hebben. Hangen. Ja. Yes, een grote grote. Ja, ja. Lekker. Oh, dit is een hele mooie weer. Yes, mensen. Ja, dit is weer mooi hoor. Oh. Hallo mensen. Welkom bij Forellen in het Wild. Deze is echt sick. Ja. Ga ik hem even mooi scherp voor Daniel. Kijk ze. Hoppa.
Oh, dit is een hele mooie. Yes! Lekker. Sick. Sick. Weer zo'n mooi formaatje. Ja, echt prachtig, man. Wat een mooie gekleurde vissen hier, hè? Super mooi. Dit zijn echt wilde vissen. Check dat dan. Forellen zijn echt super bijzondere vissen. Forellen zijn in staat om van zoetwater naar zeewater te zwemmen, zich daar te ontwikkelen tot volwassen exemplaren en terug te zwemmen naar het zoete water waar ze geboren zijn, om daar vervolgens eitjes te leggen. Forellen zijn daardoor echt super sterke zwemmers. Vroeger hadden forellen twee namen. Je had de beekforel en je had de zeeforel. Tegenwoordig noemen ze het Atlantische forel, omdat het eigenlijk dezelfde soort is, maar de een die blijft in de beek en de ander die gaat naar zee. En toch zal een forel altijd ervoor zorgen dat hij zo min mogelijk hoeft te zwemmen. Dat doet eigenlijk elke vis. De hele dag zwemmen kost energie. Daarom zijn de beste stekken vaak in de luwte. Wat bedoel ik nou met luwte? Als je naar een rivier kijkt, zijn er altijd stukken waar de rivier minder hard stroomt. Wat zijn nou goede plekken? Waar moet ik op letten? Nou, als jullie hier goed kijken, deze rivier staat nu redelijk droog. Waar je naar op zoek gaat is langzamer stromende gedeeltes die wat dieper zijn. Of stukken waar bomen over hangen. Daar vallen insecten uit. En forellen eten insecten en kleine visjes. Dus dat zijn sowieso goede plekken. Ze dus liggen graag in de schaduw, vaak achter een steen. Ja, deze verdient vis. Ja, hebben. Hangen. Ja. En de truc is dus ook, probeer, zo, mijn bril is kapot, super fijn. Maar probeer in het habitat van die forel te komen. Probeer hem te storen op zijn plekje waar die ligt te chillen. Gooi achter hem. Trek het aasje langs hem heen en vaak zijn ze agressief genoeg om te pakken. Oh, wat hebben we lekker gevist, zeg. Niet normaal. Dit is echt topstekkie. Ik ben helemaal blij. Ik heb mijn visje gevangen. Enzo heeft een hele mooie vis gevangen. Zeker. En die aanbeet die Enzo had, dat zo'n vis er komt en hij mist hem. En dan komt hij voor je voeten terug. Bam! Duikt hij er gewoon vol bovenop. Dat was zo chill. Ja, dat was echt normaal. Ja, dat is echt. Het gebeurt gewoon letterlijk voor je neus. Het was nog geen 2 meter voor mijn neus. En daar gebeurt het gewoon. Ja, dat is echt vet. Ja. Dat is wat je wil. We hebben hier 6 hengels. En we zijn op een. Ook oh, uit kuitgasken. Laat mij die hengels maar dragen. Laat mij die hengels maar. Sorry, zijn klaar. We zijn hier met 6 hengels. En we gaan lekker vissen bij de Lunerzee. Dat is de mooiste plek van Oostenrijk. En hier zitten 4 verschillende forelsoorten. We gaan even inchecken. Tickets kopen, vergunningen kopen. Dan gaan we naar boven. Ik heb er heel veel zin in. Oh, let op, gast. Wacht. Let op, let op, let op. Laat hem zinken. Let op. Daniel, dit is jouw moment, die leef jij voor. Let's go! Ja, komt ie. Ik denk, let op. Ja, ik zie het. Boven langs. Ja, Komt ie. Hier voor het kantje. Let op. Wacht, hij zwemt er naartoe. Hij moet naar rechts. Wacht, hij moet naar rechts. Tuurlijk, nou ik kan hem oppakken hoor. Oeh, hij wordt nu helemaal gek. Dit zijn ruige forellen, ja. Gast. Hoe voel je? Blij? Shit. Kijk, ja, hij gaat. Hier, daar links. Op het vlak. Hier, bovenhand. Ja. Oh, schrok ervan. Ja! Hey! Oh, nou! Rustig. Oké, niet meer verder draaien. Lekker, Noël. Oké, we gaan hem even scheppen.
Lekker Noël. Oh, hij springt. Ik ga je redden, ik ga je redden. Lekker Noël. Kom maar deze kant op. Hier komt hij, hier komt hij, hier komt hij. Hoortrelletje. Hoppa, hij is binnen. Je hebt erin. Ja, je hebt erin. Ja, grote gast. Gast. Thijs, kom maar deze kant. Beetje draaien, beetje draaien. Let's go, man! Hey boys, we hebben twee forellen in een net hier zo. Ja, ik moest even de lucht eruit gooien. Ik moet van forel achteraan, ik heb er drie. Ja. Serieus, een lus in de lijn. Ik denk, gooi hem eruit. Normaal is dat. Oh, hij is los. Ah, hij is kom. Ja, doei. Ja. Nou ja, doei, Frel. Vertel hem wel, ja? Ja, vertel hem wel. We zijn onderweg. We zijn al in Duitsland. En we hoeven nog maar 175 kilometer rijden. Ja. Ah, niet jammer. We zijn weer terug in Nederland, man. We zijn er weer, jongens. En dan, ja, Noël is weg, maar... Die is nog in Oostenrijk. Oh. Die staat nog met een tankstation. Hoe was jullie reis? Ja, onze reis is als jouw reis, dat is helemaal top. Ja, ja, een beetje anders gegeten hoor. Oh ja, een auto bedoel je? Ja. Ik dacht de hele week. Nee. Reis. Ik moet er even wennen. We hebben gewoon een week vakantie gehad. Het voelde als 2 of 3 dagen. Het was echt super. Thijs ja, vond het ook heel fijn. Het was super. Het was echt de leukste vakantie van mijn leven, denk ik. Oprecht. Ja? Ik kijk recht in de camera naar, terwijl ik het zeg, maar ik meen het. Ik denk ook dat zeg maar, wat Thijs nu zegt wel een beetje de week red. Gewoon omvat. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Dat jullie wat hebben geleerd over het forelvissen. Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan even hieronder. Laat even een likeje achter. En check ook even het Instagram-kanaal van Gijs. Voor mooie edits van deze trip. En de thumbnail van deze video. Ja, 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 ja. Mee bij me. En natuurlijk de complete vlogs op Enzo's kanaal. Er zijn er 7 gemaakt. Die zijn heel vet. Mijn video was even een kleine compilatie van dingetjes. En natuurlijk vissen. Thanks voor het kijken. En tot de volgende keer. Rampapapam, rampapapam, rampapapam. Ik zie een hele mooie forel zwemmen in de zee. Let's go.